Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy. En ik ga vandaag de Open Orakel Dagkaart reading doen voor 25 januari 2022. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. De eerste kaart voor vandaag is in balans. Hou de balans voor jezelf vast. Blijf in balans staan voor jezelf. Laat je niet uit balans raken. Ben je uit balans? Ga vandaag even extra rust pakken. Even meditatie doen. Om in balans te komen. Erg belangrijk. De tweede kaart. De koala. De spirit heeft een plan voor jou. Het universum heeft voor ons allemaal een plan. Ga je daar eens even wat meer aan overgeven aan het plan. En laat je ze wat meer leiden door het hoger, het universum, het goddelijke. Wat dan ook. Vertrouw erop en weet dat het je veel kan brengen. Misschien ook inderdaad extra toch een meditatie doen vandaag. En de derde kaart is bezittingen. Met de sleutelwoorden eigendommen, financiën, vermogen, schatten. Misschien zit je na te denken wat je met bepaalde bezittingen moet gaan doen. Of met je vermogen. Misschien moet je daar een balans in gaan hervormen vandaag. Misschien weet je het even niet. Vertrouw dan ook eens wat meer op het hogere universum. Ook wat hun hebben een plan voor jou. Of hun kunnen je ook daar weer, ook weer antwoorden en inzichten geven. Kan ook met andere zaken te maken hebben. Belangrijk om hier wat mee te doen. Drie prachtige kaarten. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.